gemeente Beuningen heeft weer een aantal nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto's. Vorige week werden de palen geplaatst en dinsdagmiddag werden ze officieel in gebruik genomen. Omdat wij merkten dat er toch steeds meer vraag kwam naar laadpalen in de openbare ruimte. En op dit moment ook de beschikking hadden over financiële middelen om naast de 8 palen die er al waren, nog eens opnieuw 8 laadpalen te kunnen plaatsen. Dus we hebben er nu 5 bij geplaatst in het dorp Beuningen. We hebben er nog 1 bij geplaatst in het dorp Buurt en 2 in Eeuwijk. Nou, je merkt wel dat het steeds meer toeneemt. Hè. Er zit natuurlijk nog wel een hele ontwikkeling in. Het is niet zo dat iedereen al elektrisch rijdt. Maar ja, de verwachting is dat het wel in de toekomst gaat gebeuren. Dat merken we dus ook in Beuningen zelf. En dus ja, wij vinden ook dat we als overheid daar ook de randvoorwaarden sturen dat je je elektrische auto op kunt laden. Anders kun je niet meer rijden. Dus vinden wij ook wel dat we moeten zorgen dat daar de mogelijkheid voor is. In totaal telt de gemeente Beuningen nu zo'n 30 oplaadpunten. Deze palen passen helemaal in het plan van de gemeente. Die wil namelijk in 2040 energie-neutraal zijn. Toen we daarmee begonnen, toen zeiden onze inwoners al, kan het niet in 2030. Dus we hebben een beetje gemiddeld 2040. En als ik zo eens kijk hoe de ontwikkelingen gaan en ook hoe het gaat op dit moment in Beuningen als het gaat over de energietransitie. En hoe we bezig zijn om te komen tot vaststellen van gebieden waar straks windmolens en zonneparken aangelegd kunnen worden. Heb ik er wel vertrouwen in dat we 2040 gaan halen. Het is natuurlijk fantastisch dat straks in 2040 ook deze oplaadpalen een elektriciteit krijgen van de duurzame energie die we zelf van opwekken via windmolens of grote zonneparken. Dus dit is een mooi onderdeel daarvan dan. En laat dit dan ook gewoon een soort icoontjes worden voor de toekomst van Beuningen.